Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Ted van Lieshout, Gebroeders, GEBR, Gebroeders, 1996. Het verhaal gaat over twee broers, Luc en Marius, die allebei vallen op jongens, zo blijkt. En van wie er één, Marius namelijk, al is overleden aan een geheimzinnige aandoening, die pas later in de roman beschreven en uitgelegd wordt. De vorm van het verhaal is de dubbele dagboekvorm. Zowel het dagboek van Marius als het dagboek van Luc worden door elkaar geschreven als het ware. Of dat wil zeggen, Luc gaat in het dagboek van Marius schrijven, dus vandaar dat dubbele dagboek. Luc vindt het dagboek van de al overleden Marius in zijn spulletjes en hij schrijft erin, zelfs tussen de geschreven regels van Marius door, om te voorkomen dat het dagboek verbrand zal worden door zijn moeder. Hij heeft zijn moeder het over gehad. Die wil alle spulletjes van Marius nou eindelijk eens gaan verbranden. Ik geloof dat het een jaar verder is na zijn dood. En die als in een ritueel eigenlijk wil herleven wie Marius was, maar daarbij wel zijn spullen wil verbranden. Marius is tot as geworden en zo moeten ook zijn spullen tot as worden. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Er is een boek geworden over de stevige band tussen twee broers, vandaar gebroeders, die allebei ontdekken dat ze op jongens vallen. Bij Marius gaat het veel soepeler dan bij Luc. En Marius heeft dan ook al snel een seksuele relatie met Alex. En over, het gaat ook over coming out dus. En de moeite die vooral Luc daarmee heeft. Omdat hij eigenlijk ook zijn moeder geen verdriet wil doen in meer opzichten. Daar zal ik later wel wat over zeggen. Over het verzwijgen van psychische moeite en pijn. En dat is een manier van Luc om het geheim te bewaren, stil voor zichzelf uit, alleen te zijn met de moeite die hij heeft met het verdriet om zijn broer. En er zijn dus eigenlijk, er is één groot geheim, dat vallen op jongens is een groot geheim. Maar het gaat ook over de dood van Marius, een tragisch verhaal over de fouten van artsen die niet de goede diagnose stellen. Het boek gaat vooral ook over bewustwording van je geaardheid en over een eigenzinnige, directe en laconieke moeder en een beetje een meegaande vader die als enige, heel klein puntje stip ik dat aan, die als enige in God gelooft en die dat ook zegt op een gegeven moment in het begin van de roman, dat doet Ted van Lieshout verder niks mee, maar hij geeft wel aan, die vader is een gelovige man. Het gaat over zilveren bestek en zigeuners, over alleen zijn, over broederliefde en over schuldgevoel. Dat is toch wel een belangrijke emotie die je denk ik wel naar voren moet brengen in je werkstuk of op het tentamen. Over anders geaard zijn en daarmee moeten omgaan. Eerst over de broederliefde. Dat is de liefde tussen Luc en Marius. En ik geef een citaat. Vrienden kunnen elkaar uit de weg gaan, maar broertjes kunnen elkaar niet verlaten. Dus dat geeft iets aan van de eeuwigheid, de eeuwige band die tussen broers bestaat. En dat is een gegeven dat in het boek, door het hele boek eigenlijk een rol speelt. Door de bijzondere wijze waarop het boek opgeschreven is, dat dubbele dagboek waar ik het al over had, vindt er als het ware een dialoog plaats tussen Marius, of ook wel Maus genoemd als koosnaampje, en Luc, maar het perspectief ligt toch wel duidelijk bij Luc. De broers zijn gelijk geaard. Ze vallen allebei op jongens. Luc verbaast zich daarover dat dat in één gezin mogelijk is. Maar Luc is het minst ver daarin. Marius heeft al een keer seks gehad.
Maar Luc weet alleen dat seks met meisjes niks voor hem is. Luc is ook teruggetrokkener, somberder en stiller dan Marius. En Luc wordt gekenmerkt door en gekweld door schuldgevoel. Ik geef een voorbeeld van een van die schuldgevoelens. Waarom mocht Marius maar 14 jaar worden en leef ik door? Dat is heel vaak het geval als we iemand verliezen die ons heel na is. Dan vragen we ons af, ja, waarom leef ik eigenlijk verder? Terwijl degene die ik lief heb is overleden. Net als continenten, staat er in het boek, drijven Marius en Luc op een gegeven moment soms uit elkaar. Maar ze komen toch altijd wel weer bij elkaar uit. Luc is tegenover zijn broer en zijn ouders vaak een zwijger. Hij draagt de moeite en de pijn en de psychologische moeilijkheden van het geheim met zich mee, maar komt er uiteindelijk pas laat mee voor de dag, als hij zijn moeder dan uiteindelijk bij een ritueel vertelt dat hij op jongens valt. Zijn moeder reageert dan op een heel bijzondere wijze, daar zal ik straks iets over zeggen. Zij accepteert dat volledig, maar ze doet het zo op haar eigen manier, dat reageren. Hij draagt ook schuldgevoel met zich mee over het feit dat zijn moeder met hem als zoon, die op jongens valt, nooit kleinkinderen zou kunnen krijgen. Dat verzwijgen van het geheim, van psychische moeite en pijn, van schuldgevoel, leiden er zelfs toe dat zijn ouders dat wel doorhebben dat hij niet gelukkig is. En dat ze hem daarom naar een psychiater sturen die hele rare vragen op hem afvuurt. Hij vindt zelf tenminste dat hele rare vragen zijn. Die hem gesteld worden, ook over zijn seksuele gedrag bijvoorbeeld. Lijkt Marius zijn geaardheid direct te accepteren, bij Luc is het een verschijnsel of een bewustwording met een omweg. Hij voelt zich van jongs af aan bijzonder, maar merkt al snel dat hij er niet echt bij hoort, omdat hij juist anders is. Hij wordt verliefd op zijn meester van de derde klas, dat is al zo'n duidelijke hint naar het feit dat hij op mannen valt. Wordt gepest, is totaal niet geïnteresseerd in plaatjes van blote meisjes, zoals de andere jongens in die klas wel. Voelt zich mislukt, wordt uitgescholden voor meid, knijpt als hij vecht in plaats van slaan, in plaats van dat hij slaat. En hij is impopulair. En dat in tegenstelling tot Marius, die heel populair is bij alle jongens en meisjes van zijn school. En Luc wordt verliefd op de zigeuner Tibor. En op dat moment, als hij dan door Tibor wordt vastgehouden op een brug, weet hij ineens, ik val op jongens. Hij maakt het plan uiteindelijk om weg te lopen, maar gelukkig komt daar niks van terecht. Als oudste voelt hij zich schuldig. Hij moet het voorbeeld geven en nu is hij duidelijk een fundamenteel anders. En valt hij op jongens. En ja, dat zou eigenlijk niet moeten. Hij wil dat eigenlijk niet. En hij weet tegelijkertijd, dit zal nooit meer veranderen. Ik kan mezelf niet veranderen. Dat weet hij zeker. Marius is de eerste die zijn geheim ontdekt. Want hij heeft het in een brief aan zijn ouders, die hij nooit gegeven heeft aan die ouders, ook gezegd dat het zo is dat hij op jongens valt. Zijn broer heeft er alle begrip voor, omdat hij zelf natuurlijk ook op jongens valt. En dat schept een band tussen die jongens. Midden in het boek blijkt Marius te gaan lijden aan een tremor. Dat is trillen. Hè? Hij gaat trillen en hij heeft later ook ernstig geheugenverlies en hij valt af en het gaat eigenlijk heel slecht met hem. Ze gaan met hem naar de dokter, maar al die artsen zeggen, het is een ziekte die voortkomt uit het feit dat hij zich in dat gezin te weinig gezien voelt. En ze zoeken het dus in de psychologische hoek, dat heet ook wel psychosomatisch.
Ze maken er een psychosomatische ziekte van. Dus dat er een psychische oorzaak is voor wat daar gebeurt. En waar ze overheen kijken is dat ze met een simpele bloedtest hadden kunnen vaststellen dat hij te veel koper binnenkrijgt en dat niet afvoert. En dat in zijn organen dat koper zich ophoopt, zodat hij zichzelf eigenlijk vergiftigt. En hij sterft zelfs. Hij gaat eerst in het ziekenhuis. Een hele mooie scène is dat, vind ik, over de dood. Een hele open scène, open en eerlijk wordt verteld hoe Luc nog bij hem is en hem nog helpt. En als hij in bed ligt om te plassen en bij hem op bezoek gaat, maar het gaat steeds slechter met hem en uiteindelijk sterft hij aan de ziekte van Wilson, zo heet die ziekte, een kopervergiftigingsziekte. We hebben allemaal koper in ons lichaam en dat kan dus in sommige gevallen door een genetisch defect helemaal fout gaan. En het erge is dat dat gemakkelijk gediagnosticeerd had kunnen zijn. En als je er op tijd bij bent, dat hoort hij van de oogarts, waar hij zelf naartoe gaat omdat het erfelijk is. Als je er op tijd bij bent, kun je er nog van alles aan doen en hoef je er niet aan dood te gaan. Dus het is eigenlijk door een fout van die artsen dat hij zijn broer is kwijtgeraakt. Zoals gezegd, hij laat zich ook testen omdat het erfelijk is. Hij blijkt het gelukkig niet te hebben. Maar zijn ouders zijn wel de genetische dragers van die afschuwelijke ziekte. Het boek draait dus zowel om de moeite rondom het verschijnsel homoseksualiteit, als om de dood en het stervensproces. En dat wordt op een hele subtiele, mooie, verantwoorde wijze wordt dat verteld. Hoe zeg je dat? Op een hele mooie manier wordt ook, voor zover dat mooi kan zijn, wordt het stervensproces verbeeld. Heel eerlijk, open en direct. Twee heftige onderwerpen in dit boek dus, dat toch verre van somber kan worden genoemd, want het is zo nu dan ook humoristisch. Alle personen in het gezin van Luc gaan anders om met het verdriet over de dood van Marius. Dat is in ieder geval iets wat duidelijk is. En de moeder is de meest uitgesproken figuur. En die gaat er bijna laconiek mee om. Heel direct is ze altijd. Soms lijkt ze wel wat bot. Maar het ritueel en het verbranden van zijn spullen heeft ze wel nodig. Om met zichzelf in het reine te komen. En zelf eigenlijk verder te kunnen. In het begin denk je, dit is een beetje een rare moeder. Ze reageert soms kribbig, is heel direct en als Luc vertelt dat hij op jongens valt aan het eind van de roman, dan zegt ze dat al lang weet. En dat neemt Luc haar heel erg kwalijk. Waarom heeft ze nooit ondersteunend gezegd, joh, dat bestaat, je hoeft je daar niet druk over te maken als je het bent, ik accepteer het volledig, want ze accepteert het volledig. En hij is eigenlijk een beetje boos, want waarom heeft ze hem nooit gesteund daarin? Nou, zegt ze, ik bleef hopen dat de pijn en de pesterijen om het anders zijn jou bespaard zouden blijven. En we hoopten stiekem toch, vader en ik, dat je toch hetero zou blijken te zijn. En ze wenste hem dus een gemakkelijker weg toe en ze hoopte ook dat dat waarheid werd. Ze weigert in ieder geval het dagboek te verbranden. Ze zegt ook, ja, maar hoe kom je er toch bij dat ik dat dagboek wilde verbranden? Want dat wil ik helemaal niet. En ze vindt hem ook nog te jong om zeker te weten dat hij zo is, als hij is. Ook weet ze al dat hij geen Wilson heeft. Hij meent dat dat nieuw voor haar is, maar ze heeft al diezelfde dag snel naar het ziekenhuis gebeld om te horen dat alles in orde was. Moeder zegt dus, ik ga het dagboek niet verbranden en Luc die kan het niet. Die is niet in staat om het dan wel te doen. Eerst flitst dat door hem heen, zal ik het dat doen, maar het dagboek wordt niet verbrand. En het dagboek heb jij in handen, dat lees je, vandaar, want het is niet verbrand.
Luc's geheim is nu geen geheim meer, als hij zijn moeder heeft ingelicht over zijn geaardheid. Niet het dagboek met zijn geheim moest vernietigd worden. Dat is een mooi zinnetje om te onthouden. Niet het dagboek met het geheim moest vernietigd worden, maar het geheim zelf moest vernietigd worden. Met andere woorden, het moest in de openbaarheid komen dat hij zo was. Het mooie van het ritueel in dat boek is, van het verbranden van die spulletjes van Marius, is dat Luc behalve het dagboek ook nog alle zilveren bestek tevoorschijn haalt en op de proppen komt met bestek, zilveren bestek, dat een rol speelt in het verhaal. Er zijn namelijk zigeuners en daarvan heeft hij even gedacht dat die zijn broer wilden kidnappen. En toen is hij naar huis gegaan en heeft hij zilveren bestek opgehaald. Want daarmee wilde hij dan zijn broer weer loskopen. Dat was wel komisch. Maar ze ontmoeten wel de zigeuners. En ik heb al over Tibor gesproken. Die jongen waarop Luc dan uiteindelijk verliefd wordt. In ieder geval neemt hij naar het ritueel taart mee. Want het is de dag dat Marius jarig is. En hij gaat dan in zijn eentje een hele taart te zitten opeten. Nou, op een gegeven moment merkt hij wel, ik word misselijk. En dan neemt hij alleen maar muizenhapjes. Maar zijn vader komt en die neemt ook een stuk taart. Dat is dus een van die humoristische elementen in het verhaal. Voor die rol van die zigeuners en dat loskopen, dat is echt iets voor kinderen. Hoewel die jongens zo'n 14 à 16 jaar oud zijn. Het loskopen en het hele denken daarover, over dat zigeuners gevaarlijk zijn en toch dat verliefd worden op die Tibor, is allemaal heel humoristisch beschreven. Gebroeders, Gebr, is een subtiel boek. Ik vertelde al over die zigeuners en Tibor wordt in een prachtige afscheidsscène beschreven op de brug met het papiertje in het water. Dat ze dan samen bekijken en de volgende dag zijn die zigeuners dan verdwenen. En die Tibor is dus zonder dat hij het zelf weet aanleiding voor Luc om te beseffen dat hij op jongens valt. Verder vind ik de moeder een heel geslaagd personage. Ze lijkt direct en bot, confronterend en niets ontziend. Maar daaronder wordt de liefde van haar voor haar jongens wel zichtbaar, vind ik. Heel duidelijk. Je moet er alleen doorheen kijken door wat voor type ze is. En niet letten op wat ze zegt, maar kijken naar wat ze doet. En dan zie je een hele liefhebbende moeder eigenlijk. Het boek verwoordt prachtig hoe ingewikkeld de coming-out is en hoe bevrijdend het besef dat je geheim eindelijk geen geheim meer is. Omdat het geheim zo groot is, is de dagboekvorm zo prachtig gekozen. Want wat schrijf je in een dagboek? Ja, geheimen vaak, hè? Het is een heel persoonlijke tekstsoort die niet door een ander gelezen behoort te worden. Zelfs niet door je ouders. En je schrijft in dat dagboek wat je werkelijk ten diepste bezielt. En daar vertel je misschien ook over je geheimen. Dat is een tekstsoort die dus prachtig bij die persoonlijke geheimen van die jongens past. Ook de opbouw is fraai, hè? Er wordt een middag, een avond en een middernacht beschreven van de dag voordat Marius jarig is. Er is een hoofdstuk avond voor Marius' verjaardag en dan komt de ochtend van zijn verjaardag, de middag. De dag van het ritueel van de verbranding dus. Een ritueel, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een serie handelingen die bijvoorbeeld vormgeven aan rouw. Ja, rituelen zijn min of meer tussen quote-unquote heilige handelingen die ons een mogelijkheid geven om onze gevoelens die onuitsprekelijk zijn en onze gedachten die als het ware niet gedacht kunnen worden, toch vorm te geven. Het is gewoon, een ritueel is een vormgevingsmogelijkheid.
En het verbranden dat hier gebeurt, dat betekent dus dat we je tot as laat zijn wat al as aan het worden is. Die Marius maakt in dat boek natuurlijk mee dat hij sterft. En ja, je zegt dan ashes to ashes, dust to dust. Hè? Wij mensen zijn maar eigenlijk maar as, maar stof. Uiteindelijk stellen we niks voor en moeten we door de dood heen. En dan worden die spullen mee verbrand met de gestorvenen als het ware. En dan neem je afstand, dat is een manier om afscheid te nemen, zonder dat je daar woorden voor hebt. Maar ja, door het te doen, door handelingen te plegen. Het verbranden van die spulletjes, het in het vuur gooien van zijn slippers en ga zo maar door. En dat onderstreept de vergankelijkheid van alles. Wat blijft er dan over? Ja, wel degelijk iets, namelijk de taal. Wat overblijft, wat gespaard blijft, is de taal. Het dagboek wordt niet vernietigd. Onze mogelijkheid om in dat boek te lezen en van hun verhaal kennis te nemen, dat komt door de taal. Dus wat overblijft is de taal. Het wordt heel bewust het dagboek niet aan de vernietiging prijsgegeven. Je kunt aan dat dagboek, dacht ik, toen ik het boek uit had, blijven toevoegen. Luc kan er zijn verhaal, zijn levensverhaal in blijven schrijven. Zijn broer blijven gedenken. En dat schrijven in het dagboek zou voor hem ook weer tot een soort ritueel kunnen worden. En dat is maar een gedachte, dat staat niet in het boek. Maar zo zou je het kunnen zien. Je kunt aan het dagboek blijven toevoegen en in dat dagboek leeft die Marius. Daar is hij toch op een bepaalde manier aanwezig. Net als Luc zelf, die er zijn commentaar aan toe kan voegen als hij wil. Het boek dat jij in handen hebt, is een boek dat gespaard is voor de definitieve ondergang. He? Luc en Marius, die zijn samen nu één en leven als gebroeders, als gebroeders samen verder. En Marius gaat dus op een bepaalde manier niet dood. Hij leeft in Luc en door het dagboek van Luc leeft hij voort. Nou, een mooier einde, denk ik, van een boek over een gestorvene broer is niet mogelijk. Hè? Dat is prachtig gedaan. Dit was het weer. Ik ben hartstikke blij dat je op mijn kanaal hebt afgestemd. Misschien een idee voor je om abonnee te worden, word ik heel gelukkig van. En ook als je hier wat aan had, aan deze bespreking, dan vind ik het fijn als je op like drukt. Dat is gunstig voor voor het zoeken naar mijn kanaal, voor mensen die nieuw zijn. En geef het vooral ook op je school of in je omgeving door dat dit kanaal bestaat. Want heel veel mensen hebben daar wat aan. We zijn nu ongeveer bij 170.000 views, dus er kunnen er nog best 100.000 bij, zou ik zeggen. Dankjewel voor je aandacht, fijne dag.